Zo was het nou. De mensen in de grote steden hebben er niet zoveel van gemerkt, maar buiten heeft het pot dicht gezeten. In de havens aan de kust kwam geen schip binnen en er voerde geen uit ook. De enige schepen die wel voeren, heel voorzichtig overigens, waren de ponten, die het verkeer tussen de oevers met veel gevoel van stoomfluiten zo goed mogelijk onderhielden. Dat verkeer heeft er veel last van gehad. Niet de treinen, die reden onzichtbaar, vrijwel zonder vertraging. Maar op de weg was oppassen het wachtwoord. Snel verkeer was uitgesloten. Luchtverkeer was helemaal onmogelijk. Dit was Schiphol, binnen verlaten, buiten alles roerloos. Het heeft nog geen 24 uur geduurd, maar we kunnen er niet op rekenen dat het nu meteen de laatste keer is geweest van dit jaar. De Nederlandse regering...